Yo, ik ben Giel. Stefan. En wij gaan naar... En door. Bye. Ze zeggen dat ongeveer 3 uur rijden hierheen wel echt een deuk in mijn humeur heeft geslagen. Had dan eerder weggaan. Ja, wisten wij veel dat het om fucking 4 uur dicht ging? Nee, ik vind echt dat de fout bij hun ligt. Kijk joh, Kareltje, de grappige kok. De grappigste kok, hoor. Oh, ja, knotsgekke kok. Als er één ding is waar ik niet wil dat je grappig over doet, is het eten, vriend. Hij is gek op taarten, dat kan ik zien, je. En je hebt haar in je eten, dus gegarandeerd hiermee. Jezus. Wat is mijn? De stoere jasmijn altijd in de buurt. Oeh, deze wil ik wel ontmoeten. Power chick, hoor. De tongetje. Je ziet het tongetje. Je ziet dat het... Jasmijn is de sterkste en stoere eigenares van het hotel 999 met 999 kamers. Nooit. Zoveel mensen als... Jasmijn weet gelukkig wel raad met die onhandige kok. Die onhandige kok. Kareltje en Jasmijn zijn dikke vrienden. En samen blijven ze de spannendste avontuur. Jasmijn die weet wel raad met die kok. Jawel. Ik zou enkel op dat punt het woord chef gebruiken. Ja, exact. Niet de kok. Maar wie ben ik? Goedemiddag. Hoi. En we willen graag een park in. Klopt het dat jullie gewoon om 4 uur al dicht gaan? Nou, niks snap het ook. Als ik zoveel kinderen om me heen heb, wil ik ook eerder sluiten. Wil je lekker naar huis? Is het een rookvrij park? Rookarm. Ik leer die woorden heel erg. Rookarm park. Ja, ik heb ook een rookarm hier zo, dus ik rook altijd park. Wat dat betreft. Maar als mensen hier roken, 9 van de 10 keer zeg ik er wat van. Ga je er nu wat van zeggen? Nee. Ja. Verder zijn er dan 3 rookplekken. Drie rookplekken. Kunnen we een kaartje krijgen met de 3 rookplekken die je wel groot aangeeft? Ja, die... Van hem wel de grootste attractie, denk ik. Daar gaan we, Ricky. We zijn er, gaan we. Hebben we er zin in? Woe! Nou, als je dus... Ja? Even heel simpel. Rookplekjes hier. Ja? Ik ga met je mee. Ik ga het werk laten zien naar je. Ah, de Rogue Zone zelfs. Oh. Dit is wel echt huge, Bardo. Echt, hier kun je echt wel lekker roken, gast. Dit gaan we daar beginnen. Dankjewel. Ja, dank je. Ik geef 5. Dank voor de moeite. Ja. Laten we lekker peukje doen in de Rogue Zone, inderdaad. Ja. Dankjewel. Dit is hoe ik het park voor me zag. Laten we even genieten van de comfort van de rooklounge. We hebben net die rookruimte gehad. Waar zijn de volgende? Ze hebben niet genoeg vragen over de rookruimtes heeft gehad. Want hier is de eerste rookruimte. Oh, hier, ik zie daar. Rookruimte en rookruimte. Volgens mij zijn we hier nu. Oh, daar zijn we nu. Daar zijn we nu. Dus die kant op en daar nog één. Die twee kunnen we nog pakken. Die twee kunt u nog. En die jongens zijn ook laat. Gaan we dat doen. Klopt. Dankjewel. Ja? Kunnen jullie scherpen gameplay? Zeker. Hij is dat, hè? Dat weet ik, dat wist ik. Hij is op Dumpert in de park. Waarom zijn we hier anders, denk ik? Wat de leukste attractie, daar is de rookruimtes. Belagers, denk ik. Dat is die nieuwe achtbaan zeker? Nee, die is nieuw? Verbouwd. Die is verbouwd. Als je hier naar rechts loopt... Ga je zo? Dat noem je transgender, die is verbouwd. Ja. Jezus, Bardo. Ik ga door. Krik, kom, we gaan. Ik ga echt niet rennen, gast. Kom, Krik. Maar dit is wel mooi. Dat werkt mooie water. Zullen we die als eerste pakken anders? Is goed, kom, Krik. Ik ga niet rennen, gast. De Sungai Kalimantan. Veiligheidsvoorschriften. Niet roken. Hij gaat ook rennen. Rolt op, joh. Zal ik kijken of ik dit flesje aan een kindje kan geven? Wil je een flesje hebben? 15 cent. Statiegeld. Kun je inleveren? Wel inleveren. Kopen wat leuks van. Ja. Geen sigaretten kopen. Nee, dat doe ik niet. Goed zo. Ja. rot op. Ik ben goede vrienden met Royalistic. Ik ken het ook nog. Ik ken het ook nog. Best schoon als je ooit, man. Best schoon als je ooit. YouTuber gezien. Daar loop je ze weg voor. Kun jij voor mij even een googeltje doen? Hoe laat ik mezelf castreren? Oké, okay, zonnebrilletje op, ik wil even anoniem. We worden te veel herkend van YouTube. Ze zijn te bekend. We worden te veel herkend door YouTube. Oké, dat is wel twee. De sponsor was het eind bekend gemaakt worden. Sponsor doet nu echt. Hoe hou je dit vol de hele dag? Echt hoor. Jij hebt niks van kinderen, denk ik. Even geen kinderen. Heerlijk.
pak die nou mee vast. Ik heb meer grip nodig. Ik wil wel zeggen, de wildwaterbaan is vooral gewoon niet zo wild. Oké, ik neem het terug. Wil je ook je voetjes hierop? Kan wel. Toch niet. Kan toch niet, hè. Over 10 meter, de foto op bed, allebei. Misschien gewoon een kerootje erbij. Ja, peukie voor de foto. Uh-oh. Hij zit 10 minuten. Dat werkt nog wel gevaarlijk uit ofzo. Nee joh. Vooral daar zit echt al een flinke... Oh nee, iemand gaat de lul zijn. En dat jij bent. Nee. Piep op. Oké. Kut hoor. Hoi. Dit komt op YouTube. Ik ga nooit meer klaarkomen in een vrouw. Nee, het is klaar. Alleen maar in mannen. Ik duik liever de kachel dan dat ik een vrouw neem. Maar het liefst dat die kinderen ons gaan vervolgen de hele dag, hè? Jawel. Dit had de straf moeten zijn voor die reuzenvommers. De dag lang met die kinderen achter je aan. Wat? We gaan niet mee met laser game. Maar natuurlijk doen we mee met laser game. Ik wil niet meer. Waarom doe je dit nou? Ik heb nog nooit zo naar geschil gehoord. Jij gaat nu nee zeggen. Jij moet nu nee zeggen. Ik kan jij niet gevaar. Kijk nou. Ga je mee laser gamen? We hebben er even over nagedacht. We gaan niet mee laser gamen. Het spijt me. Ik ben allergisch voor zeeuwen. Sorry, het spijt me. Ja, ja. Wat heb je gedaan? Is dit een YouTube-video? Nee. Is het? Wat is het wel een YouTube-video is? Ga je dan schreeuwen? Ja. Oh, dat is wel een YouTube-video. Wat een helft van de dag. Wil je een touwtje trekken? Oké, doe maar één keer touwtje trekken dan. Zitten er mooie dingen in of? Nee? Nee. Weet je het nou? Jongens, je moet hem even met rust laten. Ik ben even een touwtje trekken. Even een belangrijk momentje. Zullen we het doen? Eén keer? Eén keer trek hem. We hebben die. Ja, dat is goed. Nee, joh! Nee, joh! Hey! Dankjewel! Dit is toch goed? Zo, dat was vermakelijk. Door naar het volgende onderdeel. Dit is een soort western spookhuis of zo. Ja, denk je het ook. Verblijf je met de laser game waar de kinderen hier wouden. Maar oprecht, hoe hard dat jochie schreeuwde toen ik ja zei, ik heb nog nooit een kind zo hard horen schreeuwen. Ik wou dat mijn vriendin een keer zo hard schreeuwde. Bardo. Het is ook wennen voor mij, oké? Kaartje en jasmijn. Ja, is goed, hè? Kaartje en... Hier gaan dus wel laser gamen. Is dit laser gamen? Ja. Zullen we het terug? Hè? Dit is laser gamen. Ja, dat is ook... Oké, we gaan al. Dus hij was nog met die kinderen aan het bezig. Sorry. Dat vind ik best leuk eigenlijk. Voor die mummy. Ja! Dit zijn allemaal artikelen die je bij de Action koopt. Voor die tuinboeddha's of zo. Ja, het is van oude Action catalogus. Dit is echt zo'n plek waar middelbare scholieren een jointje roken. Hey! Jongens! Jullie zag ons, hè? Jongens! Ik vind jullie hartstikke leuk en zo, maar jullie moeten ons even met rust laten, man. Jullie zitten helemaal in onze personal space. Anders bel ik de politie, hè? Als jullie me blijven volgen. Anders bel ik de politie. Mijn kinderen gewoon altijd dreigen met de politie bellen. Anders bel ik de politie. Dan denk ik ze altijd, oh fuck, niet de politie. Die hebben papa meegenomen. Hoe kunnen we door de jungle trouwens even snel? Hier is geen rij. Is goed? Komt u. Meteen erin. Zonder voorspel. Ai, captain. Geef me even lekker insmeren. Lekker man. Doe ik even rustig een sigaretje? Nee, ga nou niet roken. Ja. Moet ik jou rug even doen? Van de opname. Ik vind het niet uit. Ja. Even je ding open. Nee, je hebt jezelf in smeren. Nee, je rug. Oh, jij jongen. Mijn broek zit in hier. Doe je dingen open. Laat me je rug doen. Volgens de oude kijk naar mijn hand. Mijn hand, Rick. Die ringen. Ja. Het is niet oké. Kijk mijn broek. Alsof ik hier net met het kinderpark. Ik wil vragen aan hoeveel serpent gameplay kennen. Hoi.
Ken je Serpent Gameplay? Ken je Serpent Gameplay? Ken je Enzo Knol? Hij is goed, hè? Serpent Gameplay is een mindere variant daarvan. Weet je wel? Maar Enzo is leuk. Heb je zijn nieuwe huis gezien? Vet, hè? Kijk eens, veel plezier. Je hebt nog een lange weg te gaan. Zijn jullie YouTuber? Hij wel. Pitblokker. Hij kent Royalistic gewoon, hè? Fortnite. Ja, man. Ja, hij is Fortnite. Hij heeft, weet je hoeveel V-Bucks hij heeft? Ik ben een van de beste Fortnite-spelers van Nederland. Jij bent ook heel goed, ik geloof er niks van. Ik maak je helemaal kapot. Heb jij de Ariana Grande skin? Dacht ik al. Heb je alle skins? Alle skins, allemaal. Het is 2000 skins. Allemaal. Zijn jullie YouTubers? Ik niet, nee. Ik doe OnlyFans. Hij is YouTuber. Dit is toch wel serieus? Wij zijn heel serieus. Wij hebben verkering een tijdje nu. Verkering? We zijn nu, hoe lang zijn we samen, Rick? Wij zijn een soort Gio en Jade. Ik ga een keer reden. Wat? Wil je meer skins maken? Kan je meer skins maken voor hun? Ja, ook een keer wil je. Ik moet wel zeggen, die knapen reageerden wel heel open erop. Verkering, oelala. Ja, vond het wel leuk. Ik zal een klein marktonderzoek van hoe kinderen denken over politieke onderwerpen. Hoe denken jullie over homoseksualiteit? Dat is goed, dat is fijn. Dat volgende keer zeggen dat we islamitisch zijn. Hoe voel je je over? Op Nella Swingpaleis, even kijken. Is dat voor swingers? Wat is hier te doen, joh? Gewoon, het is een disco. Kareltje en Jasmijn. Kareltje en Jasmijn. Ja, maar dit is dat werk wel een coole achtbaan. Hebben we nog een... Liever niet, man, sorry. Oh. Kareltje en Jasmijn. Is dat? Nee, haha, wij staan hier nu. Jullie laten Bardo met rust, anders bel ik de politie. Laat hem met rust. Bardo! Lekker, jongens. Bardo! Ik kom zo moe thuis gewoon van deze dag. Ja. Top 10 lekkerste kraantjes om uit te drinken. Wat is hier gebeurd, joh? Kareltje en Jasmijn. Echte oorwurmpie. Ze vindt zijn kok dus heel fijn. Nee, het doet dus geen pijn. We hebben 25 minuten, Rick. We moeten echt even... Ja. Ze hebben ook echt vlogs met Kareltje erin. Dan ben ik een echte vlogger. Een echte bekende vlogger. Oh jongens, dan ben ik een echte bekende vlogger. Dan ben ik gewoon KP. Hey. Wie is KP? Ja, Kareltje Power natuurlijk. Ah. Ik ga vloggen. Yo, yo, yo. Kareltje en Jasmijn. Funzig, hè? Echt funzig deuntje, hoor. Wat doe je nou? Kutzooi. Ik dacht echt dat hij... Oh, kut. Wat doe je? Ik heb Goody voor thuis. Frikken. Kleine kinderen vasthouden. Oh, mag ik jou vasthouden aan je heupie zo, Ricky? Oh, interessante veiligheidsregels wel. Deze neem ik mee naar huis. Vind ik wel leuk om thuis te hangen. Het is een lange dag, of niet? Schreeuwende kinderen. Oh, wat maakt er veel geluid. Ik stel voor kinderen afschaffen. Op de valreep dan nog even goed nat worden. Kareltje. Nee, dat is mij. Hey, dat was het al. Dank voor het kijken naar de video. Tijdens val actiefoto, smile. Ik hier, daar gaan we. 3, 2, ah! Oh man! Oh, het valt toch allemaal weer tegen hoe fucking nat je wordt. Het is helemaal pauper. Wat een kutzooi. Oh, de drakennest is nu open. Ja, we moeten wel. Je hebt nog 10 minuten, nou. Vraag maar mijn vriendin wat ik allemaal kan doen in 10 minuten. Een heleboel, hoor. Mijn video aan het opnemen. Hij is aan het livestreamen. Oh. Wij zijn mensen aan het waarschuwen vandaag van Marco Borsato. Zou je zo graag aan je pik willen rammen? Wat is dit nou? Doe het, Rick. Hebben zo'n vuistje door. Dat is hem. Jij gaat in de rij. Ik zie zo, dat is hem. Waar ga je heen? Oh, de rookzone. Kareltje en Jasmijn. Kareltje en Jasmijn. Ik jas mijn ballen over je gezicht. De laatste nugget, hè. Nee. Oh, nee, joh. Ik wou hem nog in de mayonaise. Er is hier helemaal niemand in het park.
Rick is naar de wc, dus ik neem jullie wel weer mee. Ik zat namelijk te denken, park is misschien dicht. Maar dat betekent niet dat het park dicht is, als je begrijpt wat ik bedoel. Park is dicht, maar is het park dan wel dicht, kan je je afvragen. Ik kies voor de moeilijke weg. Ik ben zo'n iemand. Mij krijg je niet weg. Ik heb hier niet voor betaald, maar ik wel. En ik wil daar... Oeh, dat maakt niet uit. Oeh, 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 oeh. Oeh. Nooit meer naar huis. Nog een trap. Lijkt wel alsof ik op een of andere tocht ben. Op vlucht van wat dan ook. Oh, fuck me. Fuck. Nee. Oh, dit is... de paniek in mijn ogen. Kut. Oh, dit is dat Winnie de Pooh verhaal. Dat hij vast zit in een gat. Kom op. Ja. Nee. Oh. Fuckers. Waar zit hier? Fucking hout. Ik wou zeggen, kut zo, er is nog een trap. Ay, caramba, motherfucker. Oh. Ik ga die kant op. Ik ga geen trap mee doen met jullie. Ik kies de moeilijke weg. Jij houdt mij niet tegen hier. Laat Rick maar op de wc sterven. Ik kies mijn eigen plek. Poh. Kan iemand deze beelden naar Expeditie Robinson sturen? Dan moet ik een glijbaan. Dan moet ik een glijbaan. Ja, het is maar één weg naar beneden. Hoppa. Oeh. Ik weet niet of daar nog een kind zat, maar het kind is nu dood. Oké. Okay. Ga sluiten, jongens. Ja, ik kom eraan. Kut, dan moet ik wel. Oh, fuck me. Ik kom eraan. Oké, okay, ja. Oef. Stuur deze beelden maar niet op een expeditie, Robinson. Heel goed luisteren. Kareltje en Jasmijn. Oh, Kareltje en Jasmijn. Wacht even, waar is je speaker? Nee. Fuck me. Rick? Probeer jij één keer. Je moet heel snel dan. Gast, waar is je speaker? Oh, fuck. Ik ben helemaal geweest. Je moet daar erop. Ga jij er één keer op. Sorry, 1 seconde, de speaker. Hij moet daar liggen. Hij is uit de tas gevallen. Ik denk dat die man boos is. Ah. Je hebt die speaker van die tas gestopt. Nee, ik heb hem echt niet. 100% niet. Kijk, ik heb hem misschien wel. Nee, ik heb hem echt totaal niet. Daar niet? Nee. Daar ben ik hier overheen gelopen. Maar daar is... Waarom gaat het bij jou een stuk soepeler dan bij mij? Dan moet hij daar echt liggen. Wacht even, Rick. Ik maak een mooi shot voor je. Wacht even, ben je daar? Ja. Oké, go. Oh, tering! Oh, je kind! Hij ging echt veel te hard. Dat is je broek. Nee, joh. Oh, shit. Sorry. Oh, ben je de speaker nou toch niet kwijt? Nee, ik ben hem echt. Ik heb hem echt niet. In je lul. Nee, ik zweer het je. Ja, nee. De speaker is kwijt, maar ik kan hem niet vinden. Dus. Maar kijk, 1 keer in mijn tas. Het is niet in mijn tas, toch? Of in jouw tas? Hè? Ik voel hem. Zit hij wel erin? In de streamtas, wat gek. Ik had dit niet verwacht. Nou, wat fijn, hij is helemaal niet kwijt. Bardo is gewoon heel slordig. Is een prankkill. Die mensen willen ons echt naar buiten hebben, hè? Maar ze willen waar voor mijn geld. We hebben nog een nachtbaan. Oh, wat is daaronder? We kunnen daaronder nog kijken. Fuck it. Fuck it, fuck it. YOLO, YOLO, YOLO. Ah, ah. Wat een kut idioot ben ik. Wat een pauper, wat... Oké, fuck it. Ah, dit had ik ook niet hoeven doen, dit is alleen dit. Ah, dit is echt heel kut. Ah, wat kut. Ah, wat kut. Ah, dan kun je echt janken, hè. Dan kun je echt uren van janken, dit. Ah. Mijn plekje. Rauchenzone. Tot de volgende keer in Disneyland. En dan zeggen wij... Kareltje en Jasmijn. Kareltje en Jasmijn. Wat? 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 Kareltje.
Mocht jij nou geïnteresseerd zijn in meer van die dingen op stream die je gemist hebt, een beetje leuk samengevat, daarvoor heb ik nu speciaal een nieuw kanaaltje gemaakt met de onhandige naam Rick Brewers. Daar komen kleine stukjes stream waarvan ik denk, oeh, dit is misschien wel interessant om eventjes los te kijken. Dat geldt namelijk niet voor alle stukken stream, die trouwens na een maandje of drie sowieso nooit meer terug te kijken zijn. En ik heb ook nog wel eens zo nu en dan dat ik een YouTube video wil maken over iets, maar ik wil het niet heel uitgebreid doen. Misschien niet helemaal de kwaliteit van mijn hoofdkanaal of gewoon een beetje kort, dat dump ik dan ook op mijn tweede kanaal. Linkje in de beschrijving. Ondertussen zit ik al op 5000 abonnees. Met een redelijk krap tempo kunnen we denk ik de 10.000 halen. En misschien ooit over een heleboel jaar de 100.000 voor een tweede playbutton. Dus ga even die kant op en dan zie ik je misschien daar voor een hoop extra video's. Doei! Oh. Werkt! Er is een schoolreisje gaan, denk ik. Godverdomme.